is? Wat? Namens de gemeente Bokstel, dames en heren, heet ik u allemaal hartelijk welkom in deze prachtige omgeving, het Oertijd Museum De Groene Poort, waar we vandaag gewoon in feite met een historische gebeurtenis, voor een historische gebeurtenis, bijeen zijn. Hartelijk welkom allemaal en speciaal hartelijk welkom de heer Gabriël Sauer, die speciaal voor deze gelegenheid vanuit de Verenigde Staten overgekomen is en die later vandaag ook nog een plek in het programma zal krijgen. Hartelijk welkom Peter van der Linden, waar we vandaag kennis zullen maken met z'n allen met het boek dat hij geschreven heeft. Hartelijk welkom Han van der Bos, die hier een fantastische expositie in feite klaargezet heeft, waar we met z'n allen van kunnen genieten. En hartelijk welkom andere aanwezigen, waarbij ik gemerkt heb en gezien heb dat er met name ook heel veel kinderen en nazaten van de verzetsmensen aanwezig zijn, die hier in het verleden een hele belangrijke rol in en rondom Bokstel gespeeld hebben. That's what time is. Zeker. Because de laatste tijd ik herinner me, was je about this time. Ja. Yeah. Okay. Times are changing. And you are changing. You too. Yeah. Good to see you. Yeah. He was still in the kinderstoel. You remember him? Yes. Well, he reminded me, I remember the name. And of course I couldn't recognize him as he had grown a little bit older. Yes. More, let's say, more adult. Now he's on the call. Het is een belangrijke dag vandaag, heb ik al aangegeven, omdat er weer een stukje geschiedenis toegevoegd is aan de geschiedenis van Bokstel. En niet alleen de geschiedenis van Bokstel, maar ook de geschiedenis van de hele regio, van de Loons- en Drunense Duinen tot aan het Groene Woud. In feite ook een stukje geschiedschrijving is er toegevoegd aan de geschiedenis van operatie Market Garden, waar al heel veel over geschreven is en dat in feite een dramatische periode in de Tweede Wereldoorlog geweest is. En een nicht van mij, een nicht, woont hier in Berkel en Schok. Ja, ja. En mijn jongste dochter had gehoord dat het, ze dacht, nou wat is er? Ja. Is hij eigenlijk verhalen te verzinnen, ja, of heeft hij inderdaad iets gedaan? Ja, ja. Zo, ze was erg geïnteresseerd om er meer van te vinden. En zo, want ze hier de gelegenheid om hier te zijn, ze was bij mijn nicht, waar hebben ze hier is. Ja. Ging ze naar de Bokstel toe, ja, ja, en kwam in contact somehow met Han. En found out more about it, and then that there was this occasion would happen. Mm-hmm. So then she started pushing, hey, you can manage to go and talk with the kid, other kids, to be able to send us over here. Yeah. We zijn hier vandaag samen voor twee gelegenheden, namelijk de presentatie van het boek van Peter van der Linden en het openen van de expositie die Han van der Bos samengesteld heeft. Om te beginnen met het boek van Peter van der Linden. Peter van der Linden heeft een huzarenklus, mag ik wel zeggen, geklaard door een stuk geschiedschrijving op te tekenen van de periode van 17 september 1944 tot 25 oktober 1944. Een periode waarin ongeveer een honderdtal airborne's hier in de omgeving van Bokstel
neergeschoten zijn met een vliegtuig en uiteindelijk zich gegroepeerd hebben op de Campina. Kun jij nog herinneren wat het lievelingswapen van mijn vader was? Wel, hier het verschillende pistool. Dit is de Underwood, hè? Dat is de M1 Caravan. Van de parachute troep. En hij had ook een pistool. Naast het boek, en velen van u hebben er al kennis mee gemaakt, heeft u gezien, is er hier ook een meer dan fantastische expositie klaargezet. Een expositie die door de bokselaar Han van den Bos met heel veel toewijding en heel veel inzet de afgelopen periode over het hele land bij elkaar gezocht is. Ook internet is uitgebreid benut, heb ik begrepen van Han. En dat heeft geresulteerd in een indrukwekkende tentoonstelling die een heel getrouw beeld geeft van de periode die Peter ook omschreven heeft. Omdat als er iets verkeerd ging, dan was Roers gemakkelijk te herkennen, zus natuurlijk ook, en die daar was. Dat is toen waarop, een van de redenen waarop ik waarschijnlijk op mijn paar foto's staan, because ik was niet, wilde eigenlijk niet op de foto staan, because the danger. Dames en heren, ik ben heel verguld dat ik dadelijk de expositie mag openen. Ik ben heel verguld dat de heer Gabriël Sauer hier aanwezig is. Gabriël Sauer, ik denk wel dat ik mag zeggen, een voorbeeld voor ons allemaal. In het voorwoord van het boek staat heel mooi geschreven: niemand kiest bewust voor een bepaalde rol, zoiets doe je gewoon. Nou, Gabriël Sauer deed het in ieder geval gewoon. Samen met gelukkig heel veel medestanders, want hij was daarin niet alleen. Maar er zijn heel veel mensen die in diezelfde periode dat niet gedaan hebben. Dus zo gewoon was het ook weer niet. This one is original map which came in the one of the jeeps of Segda. It's given by Kees van Leeuwen to a museum, but now for this time we can get it back for the expo. The two other cards. Dank voor uw komst. Dit is een bijzonder moment. En na lange tijd bezig zijn geweest met een stuk uit de Nederlandse en de bokselgeschiedenis, is er iets tastbaars geworden na 68 jaar in de vorm van een boek. En daaraan vast een expositie over dit boek. Het boek dat Peter heeft geschreven gaat over een groep mensen die met gevaar voor eigen leven zich ingezet hebben voor onze vrijheid. Het onderwerp is ook zeer aansprekend voor hen die geïnteresseerd zijn in de operatie Market Garden en die van de plaatselijke geschiedenis. Hoe is dit tot stand gekomen? Nou, per toeval kwam ik in contact met Peter via zijn website. Had hij een stukje geschiedenis geschreven wat me boeide. En Peter had al research over gedaan wat er in de Campina was gebeurd. Test, test, test. Dit is een radio check voor Easy Red. Over. Snel kwamen we enthousiast bij elkaar en tot de conclusie dat er meer boven water te halen viel over dit onderwerp. Peter heeft zich vol overgave gestort op dit onderwerp en later kwamen we bij elkaar toen hij al een flink raamwerk had dat een boek eigenlijk niet zou misstaan. Het idee was eigenlijk hiermee geboren. Afgesproken werd dat ik hem zou assisteren met het veldwerk, onderzoek naar materiaal, wat vooral nog zeker in onze gedachten bij betrokkenen moest zijn en in het bezit zijn van een aantal mensen. Tijdens deze zoektocht vielen van de ene verbazing in de andere. Er bleek nog zoveel informatie en objecten voorhanden voor dit verhaal dat Peter dit uiteindelijk heeft opgeschreven in een uniek verhaal is geworden voor een stukje geschiedenis dat niet vergeten mag worden. Na het eerste script gelezen te hebben werd me ook duidelijk dat Peter de gave heeft om het zo op te schrijven dat het prettig leesbaar is en het verhaal op zich leest als een spannende thriller, maar steeds in het achterhoofd houdend objectief te blijven.
Het resultaat ziet u ook hier vandaag. Mijn vader, ik hielp hem altijd met onderhoud van die wapens, hè? Als 12-jarig jongetje. En hij had een Pools geweer en daar zat een gleuf in de kolf. Het enige wat hij gezegd heeft, dit heeft mijn leven gered. Dus er is op hem geschoten. Ja? Okay. En die kogel die is die kogel is door de kolf gegaan. Dat geweer, dat zit nu in Delft in het Wapenmuseum. En weet je, ik was heel erg ontroerd toen ik het wapen weer in mijn handen had. Ja, dat kan ik me zeker voorstellen. Het wapen van mijn vader, dat was... Ja, weet je, hij beloofde mij om er heel veel over te gaan vertellen. Maar hij vond ons te jong. Mm-hmm. En toen heeft hij gezegd van, ik vertel je later. Maar dat kwam dus niet. En ja. Hij is toen... dus hij heeft dat geweer heb ik weer in mijn handen gehad. Al gedurende het onderzoek was er dus ook het idee geboren om een expositie eraan te wijden. Die bijzondere objecten die we tegenkwamen met elk een eigen verhaal wilden we ook graag aan een groot publiek laten zien. Enerzijds om de geschiedenis weer boven tafel te halen door middel van deze objecten, maar ook anderzijds om de verzetsmensen en de soldaten van toen die met gevaar voor eigen leven een deel uitmaakten van de groep bevrijders na zoveel jaar eer aan te doen. Little note written by Segda. For Kees van Leeuwen, the one who brings this note, you can trust. It's one of our friends who gives us food and keeps us hiding. En tenslotte een speciaal woord van dank gaat uit naar Gabriel en zijn vrouw. Dear Gabriel and Jean, I'm very honored that you are here with your wife and came over from the US to be with us during the book presentation. I was deeply impressed during our conversations that after so many years you still could remember everything we spoke about. Thank you very much. Okay, thank you very much. Thank you all. Thank you all. Dank u zeer. Die mag dan oud zijn, maar niet zo oud als die animals. Zo, ik weet niet precies waarom ze dit hier uitgezocht hadden. Misschien om te laten zien dat ik echt oud ben. Okay. But I enjoy being okay. Hier weer te zijn en zo. Vele mensen die me herinnerden. Zo klein. Toen nou zijn ze groot geworden. En vele mensen hier. Thank you very much. Geweldig. Ik vind het heel erg. Als oudste zoon van Klaas wil ik dus vooral Han heel erg bedanken. En ook zijn vrouw, want die heeft heel veel moeten lijden. Maar ik vind het fantastisch om dus ook Gabriel weer te zien. Voor ons was het dus vlak na de oorlog, wij konden Gabriel niet zeggen, was het oma Jaan. Ja. En het is een oom gebleven. En ik ben verdomd blij dat ik hem weer zie. Ja. Ja. Dat is echt uit de keuze. En met deze, dus de tentoonstelling, die gaan we straks even bekijken. Ik vind het fantastisch wat voor werk er gedaan is om dit boven water te krijgen. Okay. Ik dank u wel. Dank je wel. Heel veel dank. Jij ook heel veel dank dat je Jan de gelegenheid hebt gegeven om het voorwoord te mogen schrijven. Mijn vader die heeft zelden gesproken over de hele operatie Market Garden, maar hij zou hier ongelooflijk trots op zijn. Dankjewel. Dankjewel. Alsjeblieft. Nou, zeer vereerd. Ja, ik vind het een hele bijzondere gebeurtenis. En het is jammer dat mijn vader zo vroeg is overleden, maar hij had het zeker op reis gesteld. Dus ik heb het namelijk heel gemakkelijk. Bedankt. Ja.
Dankjewel. Ja, dankjewel. Nou, ik ben ontzettend trots op dat ik hier zo'n mooi mijn vader zou ontzettend trots op jullie geweest zijn. En ook dank voor dat alle verzetstrijders toch opnieuw weer dat hebben hier aan gedacht is. Na zoveel jaren dat er nog dat ze weer boven tafel is gekomen. Ik heb ook nog veel contact gehad met een glider pilot ondergedoken heeft gezeten in Drunen en Elshout en later hier in Boksel terecht is gekomen. Die heeft een prachtige verhaal over geschreven. En die zouden allemaal, die wilden zouden allemaal ook graag iets over hebben willen uitspreken. En dan heeft Peter daar toch een onderdeel aan geleverd. Dus geweldig, dankjewel. Heel hartelijk dank voor alle inspanning die jullie gedaan hebben. Ik ga het met plezier lezen. Dankjewel. Die op 6 juni 1944 als eerste landen in Normandië om de wegen vanaf het strand vrij te maken, zodat de landingstroepen die op het strand aankwamen landinwaarts konden trekken. Parachutisten die werden gedropt midden in vijandelijk gebied, de Duitsers zaten daar nog gewoon en moesten ervoor zorgen dus dat die Duitsers verslagen werden, zodat de manschappen van het strand naar binnen konden. Wij gaan nu wapens laten zien die in de Tweede Wereldoorlog door deze eenheid, maar ook door andere eenheden, infanterie-eenheden, gebruikt zijn. M1 Garand, het infanteriewapen van de Amerikanen Tweede Wereldoorlog en ook daarna nog. Die heeft geen magazijn waar je er onderaan in stopt, maar aan de bovenkant erin stopt. Een soort van clip. Ga ik straks.